Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay. Ik speel samen met Post in de E25, de Tier 7 Duitse premium tank, premium tank destroyer. En we spelen op Arctic Region en we zijn geen top tier, dus nou ja, dit is een beetje standaard matchmaking. Je kan niet hoger komen dan tier 8, dus dat is altijd mooi. Maar dit is ook meteen dus de zwaarste matchmaking die je kan krijgen. Ik heb met Post gecommuniceerd dat ik in deze geul ga staan om te spotten op de B5, B6 gedeelte. En Post zal naar C1 gaan. En deze plek vind ik sinds dat de map is reworked eigenlijk een van de beste plekken uit het spel vanaf deze kant. Je hebt gewoon echt een hele goede spotplek hier. En dat blijkt, mijn eerste spot is meteen al Su-100. En daar komen de volgende al. En ik heb zelfs zulke goede camouflage dat ik kan blijven schieten zonder dat ik gespot word. En daar was ik zelf ook al eigenlijk een beetje verbaasd over. Mijn Sixth Sense gaat niet af. Dus ik kan hier gewoon lekker blijven knallen. Nou, KVNS die wil ik natuurlijk wel even lekker beschieten. Nog meer kandidaten, het kan niet om. Zijkant van een AT-8, geen probleem. Die komt ook nog even, even raak. En nog een schot in de AT-8. En ik vind het wel echt heel bizar dat de VKD hier mij niet spot. Ik snap er eigenlijk nog steeds helemaal niets van hoe dat kan. Ik heb heel vaak dat ik achter een bosje sta met de E25 en dan denk ik, nou, ik kan hier veilig schieten en ik sta op redelijke afstand en dan word ik gespot. En nu sta ik vol in het open en ik word gewoon niet gespot. Heel bizar. Dus ja, zolang ik niet gespot word, blijf ik hier natuurlijk gewoon lekker staan. Want elke keer als daar een tank rijdt op die A5, A6 plek, dan spot ik hem. Inmiddels is ons team goed aan het pushen op A4. En dat zorgt ervoor dat we deze kant aan het winnen zijn. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ik kan ook wat mooie sideshots doen op die VKB. Trek hem ook. En die heeft een heel groot probleem. En die kant hebben we eigenlijk gewonnen nu. Daar is de IZU van de tegenstander gespot. De beste, niet alleen de beste tank uit deze match, maar ook de beste speler. Dus dat is een belangrijk target. En ik weet hem twee keer te raken. Niet slecht. En deze flank is gewonnen. Dus dat is goed nieuws. En nu heb ik besloten dat het tijd is om te gaan rijden. Comet is hier helemaal alleen. En die kan ik natuurlijk met een paar schoten wegschieten. Ik gebruik auto 1. Ik heb massa zelf dat hij me niet eens weet te damagen. Tot twee keer toe. Hij wordt uitgeschakeld zonder dat ik een damage vang. Nou, dat is wel een heel groot succes. Want ik had wel ingecalculeerd dat ik één of twee schoten zou vangen. Maar goed, dit is natuurlijk ook prima. Ziet er een beetje schokkerig uit, merk ik. Replay, ik weet niet of het ook te zien is op YouTube zo direct, maar nu ik het zo zie, lijkt het een beetje te schokken. Ik kan me niet herinneren dat ik daar tijdens het potje last van had, maar goed. Hopelijk valt het, is het niet te irritant. Nou, tijd om de IZU af te maken. Maar nee, ook hier mag ik niet de kill maken, net als op die Comet. Ja, en op dit moment besef ik me, ja, ik heb eigenlijk best wel goed potjes gespeeld. En er zijn nog 5 tanks te gaan. Ik wil nog wel even een killetje maken, want dat zou natuurlijk zonde zijn. Nou, die T-34 dan maar. Vol in zijn kont. Hij is getrekt. Hij heeft nog 2 schoten nodig en hij is dood. Weer te laat. Nou, Post heeft inmiddels wel een kill te pakken. En ook die IS-3 mag ik niet killen. Nou, dan maar die T-28 prototype. Hij schiet mij mis. Even om hem heen rijden. Rustig in zijn zijkant. Geen probleem. Ik ben gedraaid. En weer te laat. Onvoorstelbaar. Nou, er is nog 1 tank levend. Die zal wel ergens hier aan deze kant zijn. Die is nog niet gespot. Is misschien de hele tijd AFK geweest. En daar is die inderdaad. Nog vol AB. Hij heeft mij gelukkig gemist.
Helaas, onder deze angle is het vrij lastig om hem te raken. Ik trek hem hier. Post schiet ook mee ondertussen. Nou, ik kan hem nu in zijn kont beschieten. Hij verliest zijn interesse in mij. Heerlijk natuurlijk dit voor een 1,25. Zit hij voor zijn kont. Maar Post steelt de kill, waardoor ik ook hier de kill niet pak. Ja, een bizar potje. En een snel potje. En ja, gewoon een heel apart potje. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ik geloof niet dat ik eerder een Mastery Badge Ace Tanker heb gehaald zonder een kill te maken. Ik heb natuurlijk wel eens in een scout tank bijvoorbeeld een scout medaille en een patrol duty gehaald. En dan krijg je natuurlijk ook best wel veel XP voor. Maar ja, dit is geen pure scout tank. En ja, ik heb ook bij de medailles heb ik niet. Ik heb wel, zoals jullie zien, heel veel assisting damage gedaan. Maar ja, dat is blijkbaar genoeg voor een ace tanker. En ook nog een Confederate medaille. Die is dan natuurlijk weer vrij logisch, aangezien ik iets van 10 verschillende enemies heb geraakt. In totaal bijna 3000 damage gedaan. 1340 basic experience. En ja, blijkbaar dus genoeg voor een ace tanker zonder kills. Vrij opmerkelijk. Post had een wat minder goed potje. Hoewel, wel 2 kills en gewoon 1500 damage is natuurlijk zeker niet verkeerd in E25. Maar ja, ik stond in het begin zo goed. En ja, gewoon een heerlijk potje. 37 keer geschoten, 31 hits, 32 penetrations. Nou, met deze gun heb je dat vrij snel, omdat je vrij vaak schiet. En niet altijd even goed aimt. Maar dat kan natuurlijk ook met die snelle reload. Ik heb in totaal meer dan 2000 assisting damage gedaan. Nou, dat is natuurlijk allemaal, bijna allemaal gehaald in het begin van het potje. En ik heb geen premium shells geschoten. En omdat ik dus zo'n monsterpot was, maak ik netto 91.500 credits winst. Omdat ik maar 4000 aan ammunitie hoef te betalen. Dus ja, dit is natuurlijk een heerlijke pot voor even wat credits te grinden. En in totaal met nog een bonus krijg ik 4,4k XP voor deze pot. Gewoon even een lekker snel potje in de E25. Post en ik doen dat vrij vaak. Het is een heerlijke tank. Ik kan het iedereen aanraden. Het is een absolute moneymaker. Hij is leuk om te spelen. Hij is gevaarlijk. Ja, het is gewoon 1,5 fun. Dus als je hem nog niet hebt, ik zorg dat hij, als hij in de bonus is een keer, haal hem meteen en leef je uit. Bedankt voor het kijken en tot gauw.